Vandaag staat ons schip in het droogdok om te knippen en te scheren. Vandaag staat ons schip in het droogdok om te knippen en te scheren. Dat is om af te spuiten en opnieuw te schilderen. Ook een schip heeft onderhoud nodig. En het bovenwatergedeelte, dat kunnen we het hele jaar door doen. Maar voor het onderwatergedeelte, de romp te kunnen schilderen, daarvoor moet het schip op het droge. Hoe dat gaat, dat zie je hier in de historische dokken van Gent. Eén keer in de vier jaar gaan we uit het water. En deze keer bij de historische scheepswerf van Gent. Deze dokken zijn al gebouwd in 1888 met heel veel zeilschepen in die tijd. Jij krijgt eerst een kabel, Maurits. Okay. Er zijn twee dokken, een groot dok van 130 meter bij 13 en een klein dok van 70 meter bij 11. Wij gaan in het kleine dok, want dat is voor ons meer dan groot genoeg. Zodra we binnen zijn, draaien ze ook de deuren weer dicht. En ze worden nog eens goed vergrendeld als extra veiligheid. Om precies op de bokken te passen die nu nog onder water zitten, is het heel belangrijk dat het schip precies in het midden van het dok blijft. Daarvoor krijgen we vier staalkabels, op iedere hoek van het schip één. De lieren op de wal zorgen voor de juiste maat. Ken jij een keesje? Dat is een verzwaring die aan het eind van een werplijn wordt gemaakt, zodanig dat je de lijn verder kunt gooien. Kijk, hier zie je het. Zo'n staalkabel is natuurlijk zwaar. En hij zinkt direct. Maurits moet er serieus aan trekken om hem binnenboord te krijgen. En dat is drie. Nu nog eentje aan stuurboord achter. De kabels worden op spanning gebracht. Met de vier lieren houden ze ons precies in het midden. Het leegpompen duurt wel eventjes en dan komt de bodem in zicht. We zijn zo'n 5 meter gezakt en we staan droog op de bokken. Zie je dat het goed gelukt is om precies in het midden van het dok te blijven? Na vier jaar varen groeien er heel veel zoetwatermosseltjes en algen op de romp. Dat zorgt voor meer weerstand en natuurlijk ook hoger brandstofverbruik. Morgen wordt al die aangroei met water onder hoge druk eraf gespoten. Kijk ondertussen ook eens naar de constructie van deze historische dokken. Helemaal gemaakt van arduin. Die etages en al die ringen in de wanden zijn bedoeld om goed te kunnen werken aan zeilschepen. Afspuiten. Ze doen hun best om naar beneden te spuiten. Toch wacht er ons na afloop een grote schoonmaak. De rest van de dag alles laten drogen en morgen begint het teren. Alle randen en kanten worden met een roller geteerd, maar voor de rest kiest Port Service om de teer aan te brengen met een spuit. En dat gaat verbazingwekkend snel, veel sneller dan we gewoon zijn. Alles terug zwart en glad, nu drogen en morgen terug in het water. Het water spuit naar binnen en we zijn er blij mee. Straks drijven we weer
en kunnen we weer leven op een schip. Dat is toch een stuk gemakkelijker dan leven op een werf, met iedere keer klauteren aan de wal, om daar naar het toilet te gaan. Al was dat hier bij Port Service ook picobello in orde. De oorspronkelijke deuren waren van hout. Nu zijn ze wel vervangen door ijzer. Maar wat wel gebleven is, is dat ze moeten opengedraaid worden door te wandelen langs een kaapstander. Zoals je kunt zien is dat best zwaar werk. Nu nog de staalkabels losgooien. Maurits mag ze niet zomaar laten vallen. Want dan blijft die kabel hangen achter de bokken onder water. Dus een beetje swingen en dan gooien. Nu nog achteruit het dok uitvaren door de smalle opening van de deur. Voor de zekerheid hebben ze fenders om hun historische muren te beschermen. Maar met Maurits als kapitein is dat niet nodig, we raken niks. Bedankt mannen en tot ziens. We zijn weer eigen baas en tja, die deuren moeten ook weer dicht. Wilt u graag eens binnenkijken? Kijk dan naar deze video.